De Nederlandse finalisten in dit achtlandentoernooi is Berbe van den Berg. Debutante bij de senioren dit jaar. Onze nationale jeugdkampioene. Eerste sprong. Jurchenko, anderhalve draaiende lengte af. Goed uitgevoerd. Alleen de landing, ja, die nahup, dat kost natuurlijk punten. Maar het zag er allemaal strak uit en ze bleef goed in de richting. Dus de aanloop, de sprong en de landing moet in één rechte lijn worden uitgevoerd. 15 jaar is ze. Deze turnster uit Heerenveen. Traind, wordt getraind door Gerben Wiersma en Rietje Bijlholt. Achterwaarts naar het paard en dan die anderhalve salto met anderhalve draai. Dit is de trainster, Rietje Bijlholt. De tweede sprong van Berber van den Berg. En dan de tweede sprongtechniek. Die moet dus anders zijn. Dat wordt de sprong 5.409. In de tabel is dat een maximale waarde van 9.60. Ja, stilistisch goed uitgevoerd, maar wel een beetje uit de richting. Dat kunnen we zien bij de landing. Ze landt dus niet tussen beide witte strepen in, niet in het midden, maar net een klein beetje daarnaast, daarbuiten. Maar toch een uitstekend debuut bij haar eerste grote internationale seniorenwedstrijd. Dit Formido achtlandentoernooi in Groningen. Gisteren met het team werd Nederland derde achter Roemenië en achter Australië. Kijk, hier zien we die landing. Een klein beetje die afwijking naar links. Hè? Ja,